Ja. Yes. Hallo, die komt lekker feitjes, hè? Dat is ook de eerste. Is dat dan de Brooklyn Bridge? Nou, het is zover hoor. On top of the world. Ik zit met die stoel. Goedemorgen. Welkom bij een nieuwe vlog. Ja. En kijk eens wie er in Amerika is. Die is gisteravond aangekomen en Paula is ook mee en Julia en we gaan naar de Friends Experience. I'll be there for you. If the rain starts to pour. We vinden de buitenkant nu al leuk. Chandler and Joey live in this less large but equally comical New York City apartment. You'll get to see them both. Many fans watch Friends for the jokes. Oh, this is a good one. Others are obsessed with Ross and Rachel's relationship. For 10 seasons, we watched love bloom into this resilient, magnificent flower. Here it is in a nutshell. We were on a break! I got a complaint! Oh, did you catch that? It's okay. The relationships, the successful ones, and those missed opportunities are chronicled inside. Memorabilia you're about to see is authentic to the show. The framed people, we have it. Central Perk, 97 steps away from where you're standing. Are you serious? We are there! When it comes to the props, costumes, and memorabilia, please no touching. Not touching, can't do that. Oh, wow. We're nearly at the end of this thing. I'm freaking out a little bit. Are you? Here's Phoebe running again. Food and drink are not permitted inside the Friends Experience. If this rule is broken, the following alarm will be sounded. Oh my God! After hearing that, your appetite should be lost completely. Unless you're Joey. Now back to our regular programming. If there's anywhere to be an unapologetic Friends fan, it is here. So, let's finish where we started. Okay. With the sofa. Oh, not this sofa. Oh my God! Nou, hi. Was het leuk of was het leuk? Het was fantastisch. Could it be any more fun? Ja. Het is echt een diehard hier, hè? Echt een Friends dream come true. Ja, en gewoon in het appartement zelf, helemaal nagebouwd. En niet alleen die van Rachel en Monica, maar ook Central Park en van Joey en Chandler. En we hebben zelfs een Ugly Naked Guy mogen poken met een stick. En zoveel foto's gemaakt. Ja, dat was echt heel leuk. Ja. Zeker je geld waard. Zeker, sowieso. En ik heb nog een boek gekocht en de chick en het dak als knuffeltjes. Ik vond ze zo schattig. Ik denk, die kan ik niet laten liggen. Ja. Very cute. Ja, en nu gaan we lekker, tenminste ik ga even een jaswissel doen bij Webshare, want het is iets kouder dan ik gedacht had.
En dan gaan we lekker een beetje door Midtown rondlopen. Oh, ik moet ook een zonnebril meenemen. Oh ja, zonnebril. Ja, okay. Moet ook een zonnebril pakken. En dan gaan we een beetje door Midtown rondlopen. En gaan we Essie een beetje... een beetje Manhattan'tje laten zien. Ja. Ja. Empire State Building. Yes. Ook hier is het uitzicht zo mooi. Maar vooral ook de weg naar boven naar met de lift. En toen naar boven. Ze leggen heel de bouw uit en hoe alles is gegaan. Ja, en allemaal filmpjes en feitjes en zo. Het is echt wel heel leuk om te zien. Ja, echt, hebben ze echt heel mooi gedaan. Ja. En, ja, ook, en ook in de lift, als je naar boven gaat, dan heb je zeg maar op het plafond een filmpje alsof je zeg maar door die constructie heen gaat. Tijdens de bouwing. Ja, huh? Tijdens de bouwing. Tijdens de ver... Of, verbouwen. Het is niet verbouwen. Nee, tijdens de bouw dan. Tijdens de bouw. Ja. Tijdens het bouwen van. Tijdens het bouwen van zie je dan inderdaad op dat filmpje. Ja. Dus heel vet. Ja, echt. Lekker in het zonnetje, lekker even genieten. Hier. Ja, het is zeker ook je geld wel waard. Want we gaan straks gaan we nog verder omhoog. Ja. Super leuk, maar je kan ook de Webster zien vanaf hier. Want Empire is natuurlijk hetgene wat ik zie als ik iedere ochtend mijn voordeur uitloop. Ja, helemaal blij. Helemaal leuk. Helemaal leuk. Helemaal leuk. Op de 106e verdieping van de Empire State. What? Dit is echt heel hoog. Ja. Maar ook wel zo mooi. Echt prachtig.
Rockefeller Center. Op Rockefeller Center. Lekker leuk. En ze hebben dus net pas de schaatsbaan weggehaald. Ja, en er komt een schaatsen. Ja, dat is hier was gekomen. Net pas weggehaald. En er komt dus een jaren 70 rollerskatebaan. Ja, ook leuk. Misschien wel een keer doen. Ja, vallen. Ja. Jij, hè? Niet ik. En nu gaan we naar de bekendste speelgoedwinkel in Nederland. Of in Nederland. In Nederland? New York, bekendste. Welkom in New York, Davy. Dit is Rockefeller Center. Ik ben er bijna 3 maanden, maar dat maakt niet uit. Dus dit is de bekendste speelgoedwinkel, is mij verteld, in New York. En die is gebaseerd op de speelgoedwinkel uit Home Alone. Oh, leuk. Ja. Weet je altijd veel feitjes? Hallo, die komt feitjes, mij. Hè? Dat is ook de eerste. Nee. Maar goed. Voor mij was geen 20 euro. Je moet er iets voor openen. Mijn is lekker dan die van jou. Dat is niet waar. We laten de kijkers beslissen. Oh ja. Welke paraplu vind je leuker? Laat de comments achter. Roze of wit? Ja. Nee, gisteren hebben we nog 1 drankje gedaan en toen zijn we naar huis gegaan. Ja. Dus Esmee even het uitgaansleven hier laten zien, een klein deel ervan. Ja. Maar het was wel druk. Het was heel druk. Ja. Ja. Maar het was wel gezellig en nu gaan we vandaag, ja, de planning was dagje Central Park. Ja. Ja, het regent al wel minder hard dan dat het net deed, dus we gaan sowieso wel even het park in en dan zien we wel hoe ver we komen. Precies. Toch? Ja. Toen we dan 3 uur ook weer naar de mat. Ja, daar gaan is sowieso droog. Ja, daar is sowieso. Ja. Komt goed, komt goed. Let's Balans. Go! We gaan om 3 uur gaan we naar het museum. Ja. Het is nu 2 uur, dus we hebben nog een uurtje. En we zijn al best dicht bij het museum en we hebben honger. En we zitten hier in Bluestone Lane. Dat krijg je als je veel loopt. Ja. Moet je ook veel eten. Maar er zit hier dus een Bluestone Lane, dus we gaan even... Met avocado toast. Avocado toastje eten. Healthy life. Yummy. We hebben lekker gegeten. Back. Buikje zit weer vol. Ja, maar echt. Ja, en nu zijn we onderweg naar het Met Museum en dan gaan we ook even naar binnen. Yes. Ja, ik ben benieuwd.
Wat een groot museum. Jezus, we zijn gewoon letterlijk de weg kwijtgeraakt. Nou, niet één keer, maar misschien wel vier keer. Uiteindelijk was het zo makkelijk. Ja, nou... Ja, met hulp van een mappie. Ja, maar uiteindelijk waren we heel dichtbij. En we herkenden wel, we hebben de geschiedenis van de Grieken gezien, de Romeinen, de Christenen. Ja, het vrijheidsbeeld. Egypte. Oh ja, die ook. Een paar schilderijen van Gogh. Oh, leuke dingetjes. Ja. Shoppen! We gaan nu via de Upper East Side lekker terug naar beneden wandelen richting de Webster, want het is alweer bijna tijd. En dan gaan we straks lekker uit eten. Rio is weer compleet. Yay! De harde werker is er weer bij. Hard. Ja, ze is gewoon om 3 uur klaar, hè? Laten we het even vaststellen op de vlog. Ja. Welke dag is het vandaag? 3 april. We gaan nu hier naar India. Ja. We gaan nu lekker uit eten bij Nietes. 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 Welles. Nietes. Nietes. Welles. Let's get it. Goedemiddag, het is vandaag maandag. Gisteravond hebben we nog echt heel lekker gegeten, lekker pasta bolognese op met truffelolie. Die was echt heel goed. En daarna hebben we Esmee terug naar de hotel gebracht. Want de eerste 3 nachtjes mocht ze niet bij mij in de Webster slapen, dus zat ze in een hotel. Maar vanaf vanavond slaapt ze wel in de Webster. Dus we hadden gisteravond alvast Esther de koffer meegenomen naar Webster, zodat ze vanmorgen niet mee hoefde te nemen in de eentje. Dus ik had gisteren samen met Julia had ik nog de koffer vanuit het hotel van Esther meegenomen, alvast naar de Webster, zodat die daar alvast stond. En vanmorgen heb ik Esther aangemeld bij Webster. Dus vanaf nu kan ze tot vrijdag lekker bij mij slapen. En ik heb vanmorgen gewerkt tot 1 uur. En Esmee is bij One World Trade Center geweest vanmorgen en het museum. Ze heeft me net de locatie gestuurd. Ik heb net de metro naar beneden gepakt. Dus ga ik even kijken waar ze is. En dan loop ik naar haar toe. En dan gaan we lekker vanaf hier via Broadway, Chinatown, Little Italy, zo weer een beetje naar boven lopen. Ronde! Hey! Ben ik er alleen? Nee. We hebben een hotdogje gehaald voor de lunch. En dan gaan we, dan gaan we zo naar Battery Park. Statue of Liberty this way. We zijn weer in de Webster. Senna heeft gejoined. Hi. Julia heeft gejoined. Hello. We gaan lekker Aladdin kijken en we hebben pizza besteld en we hebben een lekker dagje gehad. En daarna gaan we lekker douchen en een bedje. Ik heb al gedoucht. Ik moet nog douchen en dan een bedje. Met de kamers het past precies hoor, met z'n allen. Een bedje erbij. Ik kan ook net tussendoor lopen, maar dat is helemaal dikke prima. Dus ik ga ook de vlog voor deze week afsluiten. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En als je de video nou heel erg leuk vond, doe dan even een blauw duimpje omhoog. En abonneren is ook altijd leuk. Dus doe dat ook maar even. Wil je mij nog meer zien? Kijk dan vooral de volgende week ook nog weer. Tot volgende week. Doei.